De wet industriële hennepteelt is gisteren met algemene 41 stemmen aangenomen. Het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt kan nu opgericht worden. NDP-parlementariër Rabin Parmisser zegt dat er bij deze wet nog veel werk aan de winkel is. Desondanks werkte zijn fractie mee aan de aanname van de wet. VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin meent dat deze wet ervoor zal zorgen dat de Surinaamse economie gaat groeien. Het doel van de wet, industriële hennepteelt, is om regels vast te stellen in het kader van een duidelijk en veilige teelt van de industriële hennep. Deze wet is als initiatief geweest van Assis Kumar Gayadin, Obed Kanapé en Cedric van Samson en is ingediend op 15 februari 2022.